The Streets of San Francisco. Dat is het nu volgende programma. De trouwe kijkers voor deze serie zullen vanaf nu Michael Douglas, die 4 jaar lang als assistent van Stone optrad, moeten missen. Ja, die wil dus wat anders. Daarvoor in de plaats komt Richard Hatch als Dan Robbins, die, net als Stone, kritiek uit op de wijze waarop jeugdcriminaliteit wordt bestraft. De normen in de Verenigde Staten verschillen van staat tot staat en zijn ook weer anders dan in Nederland. Door een bepaald voorval verandert Mike Stone van inzicht. Bepaalde misdrijven, ook al worden ze door jongeren begaan, moeten toch als volwaardige misdrijven worden beoordeeld. Graag uw aandacht nu voor The Streets of San Francisco.